Er zijn mensen die voor tv werken die wel eens een verborgen camera gebruiken. Dat gebeurt. Ja. No. Soms voor undercover journalistiek. En dat is oké. Okay. Nee. Dat is goed. Dat is en soms voor een grap. Dat is flauw. Echt een moet dat niet doen. En om er nu voor te zorgen dat niemand zich nog laat beetnemen door een verborgen camera. Ja, de laagste vorm van humor. Ja, hebben wij een filmpje gemaakt. Een filmpje waarin we alle standaard verborgen cameratechnieken verklappen. Ja, want als je goed kijkt, kun je de camera altijd zien. En de opdracht voor u, beste kijker, zoek de camera. Doe mee. Ik ben verborgen camera, hè. Is duidelijk voor iedereen nu? Gewoon opletten, vuilbakken met armen en benen, gniffelende struiken, veel te grote nestkastjes en ook een drumstel. Een drumstel? Ah ja. Dat is altijd verdacht. Ja. Excuseer mevrouw, excuseer. Mag ik u iets vragen? Ja. Weet u misschien waar de Spartastraat is? Nee. De wat? De Spartastraat. 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 Is minder bekend. Nee, Spartastraat. Dat is hier links en dan de tweede rechts. Oh.